Ik zou sowieso, als ik een advies heb van Wilders, en je begrijpt, hij zit te popelen om mijn adviezen op te volgen. Ik denk dat hij zit te luisteren wel. Ja, ongetwijfeld. Ik geloof er niets van. Maar goed, hou op met dat twitteren, sukkel. Het verlossen, kunt u mij horen? Heb je ook nog de banninglezing van Frans Timmermans bekeken of beluisterd? Nee, ik wist niet dat er een banninglezing was. Banning zegt, dat is ook een naam. Niet waar die opduikt uit de totale vergetelheid van de eerste naoorlogse jaren. Nou, eens even kijken wat hij daar zegt, Timmermans. Het was namelijk woensdagavond, gisteravond dus. Radicaal-rechtse partijen zijn een bedreiging voor de rechtsstaat en spelen daarmee de Russische president Poetin in de kaart, zegt Frans Timmermans in de tweejaarlijkse banninglezing. Hij noemt het urgent dat Wilders geen directe verantwoordelijkheid gaat dragen voor onze landsverdediging en onze veiligheid. Ik zou niet graag mijn lot leggen in de handen van de bewonderaars van Poetin, nog hier, nog elders. Nou, daar heeft hij natuurlijk groot gelijk in, want ik begreep dat de man van, die voor de PVV die buitenlandse boel had behandeld in de Kamer, dat hij ook weer begon, de moesten helemaal niet helpen, die Oekraïne. Dat was niks gedaan, dat was zonde van de centen en sowieso die Oekraïners moeten opflikkeren, want die zijn hier alleen maar om hier gratis onze diensten te komen misbruiken. Dat had Wilders weer zelf gezegd, begreep ik. Dus ja, dan weet je wel een beetje uit welke hoek de wind waait. Mm. Nou moet ik je zeggen, volgens mij heb ik al eens eerder geconstateerd ook dat, nou goed, de bekende formatie, als je het zo wil noemen, verkenning van Plasterk is natuurlijk is totaal mislukt. Dat had te maken met de vorm die het zou moeten krijgen, daar hadden ze niet goed over nagedacht. En hij had het verkeerd ingeschat, hè, zei hij. Hij had het verkeerd ingeschat, zegt dat wel. Je kunt het ook anders formuleren, had er gewoon heel slecht over nagedacht. Waardoor hij het slecht had ingeschat. Zeker. Maar wat natuurlijk nog helemaal niet aan de orde is geweest, is de enorme inhoudelijke verschillen tussen die vier partijen. Waarvan Plasterk zat, 2 weekjes. Timmer, de kabinet, dat is een fluitje van een cent. Nee, op het punt van de buitenlandse politiek heeft Geert Wilders fundamenteel afwijkende opvattingen. Geheel terecht door Timmermans aan de orde gesteld. Dus ja, daar zit je wel met een probleem. Dat is natuurlijk een hele ruime Kamermeerderheid voor steun aan de Oekraïne, dus dat zal niet gebeuren. Maar feit is natuurlijk wel dat je zo'n man ook liever niet als minister-president hebt in vergaderingen in Brussel, eerlijk gezegd. Nee. Aan het begin van zijn toespraak omschrijft Timmermans de strategie van Poetin om aan de macht te komen als mafioos en het Rusland van Poetin als een rechtstreekse en permanente bedreiging voor vrede en veiligheid op het Europese continent. Dat is het zonder meer geworden. Al moeten we wel ons herinneren dat Poetin ooit democratisch begonnen is. Toen bleek al na enige tijd dat hij, toen hij wat minder populair was, dat hij geen middel schuwde om weer herkozen te worden. En zo is dat natuurlijk stap voor stap eigenlijk veranderd in de kwalijke, afschuwelijke politiestaat die Rusland op dit moment is geworden. Ja. En Timmermans betrekt vervolgens in zijn verhaal radicaal-rechtse partijen bij die dreiging van Rusland. En hij zegt dan, Poetin is wegbereider, voorbeeld en held voor bijna alle radicaal-rechtse bewegingen in Europa. Zulke partijen hebben baat bij verdeeldheid, dat zegt Timmermans. Hij waarschuwt voor onhaalbare voorstellen van niet alleen de PVV, maar ook de BBB, die slechts fungeren als politieke lokka's. Ja, ik zou de BBB op het punt van buitenlandse politiek niet zo serieus nemen. Ik zou ze eerlijk gezegd helemaal niet zo serieus nemen, maar dat is dan weer wat anders. Ja, in het geval van Wilders, die nu natuurlijk aanvoerder is van de grootste partij in het parlement, zit je daar wel met een gigantisch probleem. Namelijk dat hij opvattingen heeft ter zake van de buitenlandse politiek die in geen enkel opzicht, naar mijn idee, parallel lopen met onze werkelijke belangen. En waar bovendien het eigenlijk ondenkbaar is dat er voor die opvatting in ons parlement een meerderheid zou zijn. Die is er niet. Hij is nog een paar jaar geleden is hij nog in Moskou op bezoek gegaan. Ook na MH17 enzovoort vond hij dat allemaal enorm interessant en belangrijk. Maar waarom doet hij dat, denk je? De pen is deels gefinancierd door de Moskou, dus ja. Ja, daar krijgen we nooit echt zicht op. En Orbán, ook zo'n vriend van Poetin natuurlijk. Ja. En nou god, kijk eens op X, hoe heet het? Twitter, het voormalige X. Twitter, ja, X. Nou ja, dan kun je dat zien. Het zijn tal van geluiden van, ja, die Navalny, die vuile fascisten. En die arme Poetin, en we zijn al. Want dat had ook die PVV-man in de Kamer weer gezegd, dat wij Dat wij tarten Poetin, het is onze schuld dat hij tegen ons is. Die is eigenlijk een hele vredelievende. Nou ja, maar als ik het goed heb begrepen, is er een keer een debat geweest om die financieringstromen, om die inzichtelijk te maken. Hè? Volgens mij heeft dat het niet gehaald, als ik het me goed herinner. Maar eigenlijk zou je toch zeggen, je wilt toch weten of zo'n Wilders en ook zo'n Baudet, of daar Russisch geld achter de schermen binnen. Ja, maar we hebben op dit punt geen straffe wetgeving. Die zouden we wel moeten hebben. Maar dat is toch volledige transparantie als je dat namelijk weet? Want dan koopt Rusland dus een belang in zo'n partij. Ja, dat is er niet. Ik weet niet of je weet natuurlijk nooit waar gelden vandaan komen. Dus waarschijnlijk zijn er wel meerdere partijen die helemaal niks voelen voor transparantie. Nee, daarmee dus volgens mij wordt er al jaren geklaagd over de gebrekkige wetgeving in Nederland op dit punt. Ja, de journalistiek zou het uit kunnen zoeken. Ja, en dat komt nog wel eens wat uit. Ja, god, de Forum is zo'n volstrekt gekke gezelschap dat... Maar goed, we zitten nu met Wilders, die nogmaals de grootste partij in de Tweede Kamer leidt. Maar de Volkskrant had een artikel dat jongeren steeds conservatiever en steeds rechtser worden. En dat Forum daar ontzettend populair is met al die filmpjes. En die, ja, altijd geweest. Het is ook ze hebben ook enorm veel leden en zo. Het is allesbehalve toeval dat de PVV in ons land, zegt Timmermans, de publieke omroep de nek om wil draaien. Deze partij maakt onderdeel uit van een wereldwijde beweging die controle wil over de waarheid en het verhaal dat we over onszelf vertellen. Nou, of dat nou een wereldwijd complot is, dat weet ik zo net nog niet. Ja, het is natuurlijk in het geval van Wilders en de PVV. Trouwens, Wilders is de PVV. De PVV is helemaal geen politieke partij. Ja, die poseert als politieke partij, maar in feite is dat natuurlijk een soort schaduw van Wilders in feite. Er zijn geen leden, er is geen organisatie. We hebben laatst ook uit zo'n artikel in de krant van 2 ex-PVV'ers kunnen horen dat er ook landelijk geen enkele coördinatie is. Het is een eenmansbeweging in de meest letterlijke zin van dat woord. Wat al bleek met het feit dat de eerste de beste PVV'er die aan het kabinet ging sleutelen, die Gom van Strien, bleek een ordinaire oplichter te zijn. Ja, dat is natuurlijk al zo pijnlijk ook. En iedereen is nu verbaasd dat er nu 2 Partij van Arbeid mensen dus het werk hebben moeten doen. Maar dat is natuurlijk heel karakteristiek voor de werkelijke verhoudingen. Namelijk dat de PVV heeft natuurlijk helemaal geen achterban. Nee. Maar is wel knap. En je zou natuurlijk stellen voor dat er toch een soort extra parlementair of een kabinet zou komen. En je wordt benaderd door de PVV, die zelf natuurlijk geen kader heeft, afgezien misschien van een enkeling. Nou goed, ze hebben Bosma natuurlijk al wel kamervoorzitter gemaakt. En dan heb je nog Arama, die heeft geloof ik ook wel verstand van het dossier waar ze over gaat. En voor de rest is zij natuurlijk schetsfiguren eerste klas. Kunnen ze Herman Heinsbroek niet bellen? Misschien wil die nog een keer terugkomen. Herman Heinsbroek, ja. Nee, Heinsbroek wil niet terug. Denk je. Heinsbroek sprak toch altijd over zichzelf in de derde persoon? Ja. Dat is het mooi weer? Nou, Heinsbroek vindt het wel mooi weer. Ja. Of Bomhoff. Ik weet niet of hij nog leeft. Ja, Bomhoff heeft laatst vernietigend uitgehaald over het nieuwe pensioenstelsel. Ja, Bomhoff leeft nog. Sterker nog, hij brengt af en toe een bezoek aan Nederland. Oh, hij woont hier niet? Ja, nou dacht ik dat hij hoogleraar was in Kuala Lumpur, maar nu, ik weet niet... Volgens mij was het nu toch een ander adres. Okay. En dan komt hij 1 keer per jaar geloof ik naar Nederland. En dan legt hij uit dat we alles verkeerd doen. En dan vertrekt hij weer. Oké, dat is zijn verdienmodel. Ik weet niet of dat een verdienmodel is. Ik heb niet de indruk dat hij AMO leidt. Nee. Overigens over dat pensioenstelsel hebben we Omtzigt ook gehoord in de debatten voor de verkiezingen. Ja, dus dat is een heel interessante zaak. Want dat natuurlijk Carola Schouten die daarover gaat als demissionair minister. Namens de ChristenUnie. Ja, die heeft gezegd, ja wacht nou eens even, we hebben dat allemaal afgeregeld. We hebben een besluit genomen, de Kamer heeft gestemd. De diverse belangenorganisaties hebben er jaren over geluld en zijn uit slot een akkoord mee gegaan. Het is nu zaak dat we doorzetten. Ja. Maar goed, Omtzigt ziet er niks in. En dus Bomhoff ziet er ook niks in. Winnie de Jong, zou ook nog kunnen. Nou ja, we hebben natuurlijk in Nederland een enorm reservoir van schetsfiguren. Nawijn. Die wat mij betreft allemaal welkom zijn in de talkshows. Ja. Omdat dat bij uitstek natuurlijk plaatsen zijn waar de schetsfiguren kunnen schitteren. Ja. Matt Herber. Ja, je verzint het maar. U mag thuis zeggen wat u wil. Maar het zou verstandig zijn als we iets minder zouden koersen op de talkshows als het gaat om, laten we zeggen, politieke populariteit. Als voorbeelden van de radicaal-rechtse dreiging noemt Timmermans in zijn toespraak in die banninglezing dus zowel de dood van Navalny als de uitspraken van PVV-kamerlid Joeri Pool, waar jij volgens mij het net ook over had. Die haalde begin deze maand uit naar Nederlandse militaire steun aan Oekraïne en zei: deze bestuurders spelen Russische roulette met onze nationale veiligheid. Ja, het is sterke kost. Hè? Een soort van totale omkering van de werkelijkheid. Dat is ook wel een vrij knap natuurlijk. Maar we mogen aannemen dat deze meneer Van der Pol, heet hij zo? Pol, heet hij, Joeri Pool. Je mag aannemen dat Pol dit gezegd heeft met toestemming van de grote leider zelf. Ja. Aangezien ik heb begrepen dat de Wilders over alles gaat, ook over de paperclips, zal die hier ook over zijn gegaan. Ja, is het wel zo, begreep ik, dat Wilders recent meer afstand heeft genomen van Poetin, want kort na het overlijden van Navalny tweette hij: verschrikkelijk, oppositieleider Navalny sterft in barbaarse strafkolonie van een barbaars regime. Ah, nou misschien zou die dan toch, waarom heeft hij dan meneer Pool op zijn gang laten gaan? Niet waarbij het verdacht maken van onze hulp aan de Oekraïne, want ik begreep dat ze de PVV ook weer tegen had gestemd bij het Nederlandse onderdeel van het Europese hulppakket voor de Oekraïne. Hè? Dat pakket van, ja, was het meer dan 50 miljard euro. Dus hij geeft hele tegenstrijdige signalen af. Ja. Ik zou sowieso, als ik een advies heb voor Wilders, en je begrijpt, hij zit te popelen om mijn adviezen op te volgen. Ik denk dat hij zit te luisteren wel. Ja, ongetwijfeld. Ik geloof er niets van. Maar goed. Hou op met dat twitteren, sukkel. Ik bedoel, je beschadigt je eigen belangen op middellange termijn. Maar denk je niet dat hij zit in zo'n vreemde wereld? Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Hij is constant beveiligd. Dat zou kunnen, maar dan nog kun je ophouden met twitteren. Ja, maar dit is zijn contact wat hij nog een beetje heeft met de buitenwereld. Dat kan ook op via allerlei andere manieren. Ik had toch zich laten interviewen door serieuze kranten. Ja, maar dan heeft hij geen contact met... Ja, niet dat dat op X is, want dan heb je dan natuurlijk allemaal mensen die je napraten. Ik denk dat hij sowieso, als hij wil, kan hij op de tv op zijn voorwaarden, denk ik. Dus, kan hij overal aanschuiven? Ja, nee, kijk, dat Twitter is natuurlijk een slechte gewoonte die heel veel politici en journalisten zich hebben aangewend. Natuurlijk met de illusie, denk ik, ja, hij zal ook wel miljarden volgers hebben. Met de illusie natuurlijk dat je dan op die manier invloed uitoefent. Waarschijnlijk, het geeft natuurlijk ontzettend veel bevrediging dat je daar dan even lekker ongeremd je mening kunt geven. Ja. Want het is natuurlijk vooral een scheldmedium. Ja. Het zijn vaak heel creatieve schelders. Ja, het gekke is dat rechts Nederland denkt dat schelden hetzelfde als argumenteren is. Dat blijft een wonderbare zaak eigenlijk. Maar het lijkt wel op dat Wilders echt wil dat er een regering komt waar zij op de een of andere manier bij betrokken zijn. Want hij zei ook in die debatten... Ja, dat spreekt voor zich. Ik bedoel, hij is de grote overwinnaar van de verkiezingen. We moeten eruit komen, zei hij. Hij wil natuurlijk wel een vinger in de pap hebben. Misschien zelfs nou een hele hand in de pap hebben. Ja. Dat begrijp je wel. En hij wil ook geen nieuwe verkiezingen natuurlijk. Nee. Ondanks dat hij in de peilingen er goed voor staat. Jij weet nooit hoe het gaat lopen natuurlijk in die hele verkiezingscampagne. Nee, maar sowieso natuurlijk zullen nieuwe verkiezingen door de andere partijen die dik gaan verliezen bij dergelijke nieuwe verkiezingen zoveel mogelijk worden vermeden. Tegelijkertijd zie je dat wat we nu doen en dat hele ingewikkelde verhaal en al die hele show die nu op wordt gevoerd tussen al die kartonnen coulissen, niet waar we het over gehad hebben, dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat ze proberen, tot elke prijs zullen ze dat blijven proberen, om de invloed van de PVV en van de ideeën en voornemens van de PVV maximaal te beperken. En wat mij betreft volkomen terecht. Het blijft ook toch gek dat er kennelijk helemaal niet met de andere kant van het parlement gesproken kan worden. Hoe bedoel je dat? Nou ja, je kunt ook een andere meerderheid vormen. Ik heb al eens eerder gezegd, trouwens, ook de anderen opgewezen, dat de Partij van Arbeid, de grote winnaar, in 1977 gewoon buitenspel gezet is. Ja. Maar die Timmermans die zegt nu ook, nee, wij zijn niet aan zet. De PVV is aan zet. Natuurlijk doet hij dat. Dat is ook wel zo verstandig van zijn kant. Maar sowieso zal die hard to get zijn. Niet dat ik denk dat het ervan zal komen. Ik heb eigenlijk gezegd geen idee wat ervan zal komen. Maar al die ingewikkelde exercities hebben dus het doel om de PVV zoveel mogelijk buiten de knoppen te houden. Ja. Ze moeten ergens één knop vinden waar die aan draaien mag. Maar liefst helemaal geen andere knoppen. Nee. Trouwens, was dat ongeluk van daar bij Lochem is die brug naar beneden gedonderd. Daarbij waren 2 doden. De een was een Pool en de ander was een Belg. Want van arbeidsmigratie gesproken, hè? Dus het zijn ook de doden die vallen op deze manier. De Banninglezing, dat wordt ook nog gezegd, is vernoemd naar Willem Banning, predikant van, en een van de oprichters van de PvdA. En wordt elke 2 jaar door de Sociaal-Democratische Banningvereniging georganiseerd. De doorbraakdominee was dat. Banning had ook zo'n tijdschrift, hoe heette dat er ook weer? Nog in de jaren 50 en begin jaren 60 was dat nog wel wat. Het is ook zoiets, daarom zei ik, het is een geest die opborrelt uit het duister verleden van Nederland na de oorlog. Timmermans is de 4e persoon die de lezing voordraagt. De uitspraken van Timmermans komen niet uit de lucht vallen, want de voorman van PvdA GroenLinks haalt regelmatig uit naar Wilders. Tijdens een recente toespraak bij een ledendag van zijn partij ging zelfs een groot deel van zijn toespraak over de PVV'er. Ja, natuurlijk maakt die man zich ongerust. Iedereen maakt zich daar in Den Haag ongerust over, dat begrijp je toch wel. Een volstrekt idiote partij met een volkomen krankzinnig programma. Nou goed, daarvan is nu al een heleboel overboord gezet. Maar het is natuurlijk al gek dat de winnaar van de verkiezingen, om überhaupt mee te doen aan de regering van Nederland, het overgrote deel van zijn eigen partijprogramma overboord moet zetten. Ja. Waarbij bovendien natuurlijk altijd de verdenking is, ik bedoel, is het wel overboord of hangt het handig met een touwtje aan de zijkant van het schip en kan het heel makkelijk weer binnenboord worden gehaald? Dat is toch wel de vraag. Ja. Ik zou Wilders natuurlijk voor geen cent vertrouwen. Het is een man die al meer dan 20 jaar leidt aan een politieke obsessie. Namelijk dat wij geïslamiseerd zullen worden. Ja. Hey, en dan hebben we natuurlijk ook nog de nasleep van Navalny. Ja, nou goed, dat heeft in ieder geval wereldwijd een enorme impact gehad. Ik denk dat als slachtoffer natuurlijk ook toch een voorbeeldmatige figuur is. In die zin dat de aandacht daardoor toch weer naar Rusland verschoven is. En dat het weer, omdat alle wereld, je weet, de wereld aandacht heeft, kan maar 1 onderwerp aan tegelijkertijd. Nou ja, dat was dan in hoge mate natuurlijk Israël in de Gazastrook geworden. Dat is nu weer iets terugverschoven, was mijn indruk. Mij betreft terecht ook. Laten we trouwens eens proberen misschien meerdere onderwerpen in het focus te houden van het wereldnieuws. En we hadden natuurlijk ook die vervelende zaak waarbij dat Avdiivka, of hoe je het uit mogen spreken, gevallen is. Dat was op zichzelf strategisch niet zo van grote importantie, zeiden de deskundigen. Maar wat ik raar vond was dat het kennelijk een chaotische aftocht geweest is, waarbij grote hoeveelheden Oekraïnse soldaten zoek zijn geraakt, gevangen zijn genomen. Ja, volgens mij was er al enige tijd sprake van dat het een onhoudbare positie was. Waarom is dan niet die aftocht beter georganiseerd? Als dat heel moeilijk is, aftochten, dan zou ik zeggen, laten de deskundigen dan eens uitleggen waarom aftochten zo ontzettend moeilijk zijn. Dat moet, nou ja, enzovoort. Het maakte op mij een hoofdongelukkige indruk. Maar goed, feit is wel, dat was ook daar aan dat front te horen, ze hebben geen ammunitie. Nee, dus ze moeten kiezen. Of onze troepen beschermen. Ja. En natuurlijk, je moet er ook bij zeggen natuurlijk dat de Russen deze succesjes, die natuurlijk ook iets te maken hebben met de verkiezingen in Rusland, dat die wel ten koste van enorme hoeveelheden dode Russische soldaten gaan. En daar hoor je vrij weinig over. Ja, daar zullen ze niet zelfs veel... Zelfs hier in het Westen. Daar gaan ze niet veel rugbaarheid aan geven, maar ik zag van die getallen, ik weet niet, 17.000 doden of zo, dat tikt wel door, ja. Ja. Maar goed, het maakt het toch al met al een weinig vertrouwenwekkende indruk. En het is toch zaak dat we de Oekraïne beter bewapenen. Ja. Maar kennelijk, ja, ik begreep ook van de deskundigen dat het allemaal overal op was. De munitie bedoel je? Ja, het is overal op. Ja. Nou ja, goed, wij kunnen helpen door te zorgen dat er weer wat... Ik begreep dat de Denen de hele bubs gewoon naar Oekraïne hadden gestuurd. Maar ja, ik had ook niet verwacht dat de Denen nou een gigantische voorraden wapens zouden hebben. Nee, Maar het is ook zo dat wij, het is moeilijker in een democratie om de oorlogseconomie zeg maar op volle toeren te laten draaien. Dat zal even moeilijk zijn, maar dat is nu al 2 jaar gaande. Als we even denken aan de manier waarop de Verenigde Staten in 1940 de oorlogsindustrie aangedraaid hebben. In 1941, dan zouden we nu toch ook in allerlei opzichten gemakkelijk het iets beter moeten kunnen organiseren dan we kennelijk tot nu toe hebben gedaan. Maar als het dus echt moet, kan het. Want op een gegeven moment dat geld wat die kant op is gegaan, dat was op een gegeven moment in een avond geregeld. Ja, maar goed, dus een aantal fabrieken moeten kennelijk op orde worden gebracht en daar moeten productielijnen worden gestart. Feit is natuurlijk dat we kennelijk, afgezien van Noord-Korea, niet waar, het meest krankzinnige regime ter wereld op dit moment toch wel. Dat waren dan ook de enige die gigantische voorraden wapens en munitie bleken te hebben. Ja, maar je merkt toch wel ook een beetje in het sentiment dat op het moment dat Rusland weer dreigt in ieder geval successen te behalen, dan slaat het besef weer in, ook bij de regeringsleiders en bij de achterbannen. We moeten Poetin niet laten winnen daar in Oekraïne. Dat moet niet gebeuren. Want nee, als hij daar wint, dat gaat hij ook niet doen. Ik bedoel, laten we bij al deze wat negatief klinkende mededelingen er wel op wijzen dat Poetin daar in feite een defensieve oorlog voert. Je kunt in een defensieve oorlog ook kleine tactische successen boeken. Die hij kennelijk ook nodig had in verband met de binnenlandse behoeften. Maar wat voor oorlog voert Oekraïne dan? Dat is toch ook defensief? Ja, dat zou je defensief kunnen noemen. Maar in die situatie die daar bestaat, heeft de Oekraïne gezegd: wij zijn pas klaar met die oorlog als ons hele grondgebied bevrijd is van de Russen. Dat betekent dus dat Oekraïne, hoe je het ook ziet, een offensieve oorlog voert tegen een defensieve Russische positie in het oosten van de Oekraïne. Want de ambitie van de Oekraïne is dat de Russen van zowel het Schiereiland, de Krim, als uit het oosten van de Oekraïne worden verjaagd. En dat is een punt waarbij vele deskundigen zeggen dat zien ze niet zo zitten en vroeg of laat, het kan ook niet jaren gaan duren, zal er toch gepraat moeten worden. En dan zit je met het probleem dat je met de grootste boef van allemaal, in dit geval Poetin, niet waar in gesprek moet zien te raken. Maar zoals ik al vaker heb gezegd, het vermoeden dat natuurlijk, weet ik het, onder ons via de juiste kanalen er natuurlijk wel degelijk gepraat wordt. Als je voor één ding moet zorgen, is dat er altijd op enige wijze gepraat kan worden. Ja. En Biden die heeft natuurlijk al door de oorlog een hele sanctielijst afgevaardigd tegen Rusland. Maar hij heeft ook ooit gezegd, als Poetin iets uitspookt met Navalny en hij komt bijvoorbeeld om het leven, dan zal Rusland het weten. Dan komen we met een nieuw sanctiepakket. Ja, dan komt een nieuw sanctiepakket. Maar laten we nou ook maar weer doorgaan met negatieve berichtgeving. Die sancties, dat blijkt dus helemaal niet goed te werken. Nergens. Geen enkele optie. Maar kun je iets anders doen nog als Westen om Poetin in ieder geval vast te zetten? Nou, kennelijk maar weinig. Kijk, de export naar Rusland is dus veel verminderd. Maar ja, merkwaardig genoeg is de export naar Kirgizië, hoe die landen daar mogen heten, die is sterk toegenomen. Ja, heeft nieuwe kanalen gevonden. Dan begrijp je wel hoe dat eigenlijk in elkaar zit. En ook dat Rusland slaagt, dan begreep ik, nog vrij succesvol in om zijn olie kwijt te raken. Misschien tegen iets minder geld dan het vroeger het geval was, maar ze raken het wel kwijt via. Ja. Heb je Derk Sauer nog gezien bij Buitenhof? De uitgever van de Moscow Times, daar werd vrij emotioneel daar, omdat allemaal beelden van Navalny werden getoond. Dat kan ik me voorstellen, die man die houdt van Rusland. Zit nu hier in noodgedwongen in Amsterdam. Die had toch ook het idee, denk ik, dat hij zijn leven verder in Rusland wilde slijten met een enkel tussenbezoekje in Nederland. Ja, en dan blijkt dat eigenlijk onmogelijk te zijn. Dat moet heel onaardig. Het is toch je tweede vaderland en dan moet je eruit. Ja. Dat niet alleen, maar je weet hoe gruwelijk eigenlijk de toestand daar is. Hij verwees naar een documentaire die gemaakt is door Navalny over het regime Poetin. Ik heb hem zelf niet gezien. Ik weet niet of jij hem gezien hebt, die documentaire. Nee. Schijnt op YouTube te staan ergens. Dus er zijn ook verschillende luisteraars die ons dat adviseren om die eens te kijken. Nou ja, dat gaat natuurlijk over de corruptie. En iedereen weet dat Rusland, ja, dat is een extreem corrupt land. Het wemelt trouwens in de wereld van extreem corrupte landen. Dus dat betreft is het bepaald geen uitzonderingssituatie. Waarbij natuurlijk een elite zijn rijk steelt ten koste van de rest van de bevolking. Ja, en was Navalny nou zoveel beter of was hij ook at the end wel corrupt? Bij mijn weten was Navalny niet corrupt. De bezwaren die tegen hem worden aangevoerd, is dat hij nogal rechts was. Dat een rechtsnationalisme hem niet geheel ontzegd kon worden. Ja, al was dat, begreep ik uit de verhalen in de krant, zo is hij gestart. Of hij had het gevoel dat hij zich daar ook mee, dat hij daar ook bij moest zijn als het ware. Maar is geleidelijk aan veel liberaler geworden. Maar ik moet zeggen, ik heb Navalny niet op de voet gevolgd. Nee, maar er werd nu wel gezegd van ja, als iemand Poetin had kunnen vervangen als president, dan was hij het. En dat is Poetin ook. Ja, dat vind ik al een hele stap, eerlijk gezegd. Ik bedoel, Poetin vervangen, kom op. Dat is, zover zijn we niet. Nee, er werd ook gezegd... Je moet een beetje realistisch blijven. Maar er werd ook gezegd... Poetin zal, als Poetin al vervangen wordt, om wat voor reden dan ook, hij is 69... Dus hij kan in dit genre nog zeker 10 jaar of meer door. Dan is het door een andere boef. Ik bedoel, ze hebben daar een heel boevenpak in voorraad, dat begrijp je toch wel. Ja. Het zijn moordenaars en dieven. Het is een regime wat bestaat uit moordenaars en dieven. Ja. En zo'n lichaam van Navalny, dat werd nu ook niet vrijgegeven. Ja, ook. Het is allemaal van een onbeschrijfelijke treurigheid. Dat je ook die bloemen die mensen natuurlijk toch heel gedurfd daar komen neerleggen, dat je die dan weg gaat halen. Het is ook van een verbijsterend soort van achterbaks en cynische kinderachtigheid die je niet voor mogelijk houdt. Ja. En de vorige keer hadden we het er nog over van, heeft hij nou een opvolger Navalny? Maar zijn vrouw heeft nu gezegd, ik ga zijn werk proberen voor te zetten. Ja, dat lijkt mij. Natuurlijk heeft ze dat gezegd. Natuurlijk zal ze dat ook wel proberen, denk ik. Maar dat zie ik echt niet zo gebeuren. Ja.